Ik ben Sabine van der Helm. Ik heb een castingbureau voor dieren. En ik heb 12 getrainde katten. Kom maar! Abatutu, kom! En ik ben bezig met een film, De Wilde Stad, waar Abatutu, deze kat, een vrij grote rol heeft. Hij is de verteller van alle dieren die in de stad leven. Hij loopt door de hele stad heen en ontmoet zo diverse dieren. Zoals de reigers, de vossen, de rivierkreeften en noem maar op. En zo introduceren ze eigenlijk Amsterdam. Ja. Nou, hij ontmoet de rivierkreeften. Die komen hier steeds meer voor in Amsterdam, hier in het water. De Amerikaanse rivierkreeft. De eerste ontmoeting vond hij hartstikke leuk. En de tweede was gewoon, oké, dag. Voor deze rol hebben we echt hem uitgekozen. Kom maar! Want ik hoorde echt dat hij los moest lopen door de hele stad. En dat hij best wel heftige dingen moest doen. Goed, goed. Toen hebben we proefopnames gedaan. En ik moest wel een beetje lachen toen de regisseur eerst binnenkwam. En de producent zag ik ze eerst denken, die dikkert, weet je wel, moet die onze film dragen? Ze waren meteen om toen ze hem op beeld hadden. Abatutu, kom maar! Hebbes, gaat hij mee? Abatutu, kijk! Ik heb mijn hele leven lang gedanst. En ik liet mezelf inschrijven bij een castingbureau. En toen zei ik, ik heb 4 katten die heel makkelijk zijn. Met een fotootje erbij. En de eerste opdracht was voor de katten en toen weer. Maar ik was wel van kinds af aan altijd met dieren bezig, dat klopt. Maar zo is het eigenlijk gekomen. En ik ken dus de twee kanten, voor en achter de camera. Dus ik weet ook wel dat een acteur zijn tekst heeft, zijn handelingen heeft. Maar ondertussen moet ik ook een dier erbij zetten. En dat moet gewoon goed lopen. Dat moet ik helemaal begeleiden. Dus of het nou een fretje is, een konijn of een hond of een vogel. Dat begeleid ik helemaal, ja. Maar ik heb een dierenbestand en iedereen komt zich inschrijven. Dus ik neem, ik heb castingdagen en dan komen mensen met hun dier. En dan doen we een fotosessie en dan kijk ik of het dier wel of niet geschikt is voor film. Dat plekje, ja. En als je dan nog een eentje neerlegt, dan dat hij daar een beetje... Zal ik hem losmaken? Ja, laten we heel wachten. Ik had dus deze week een opdracht voor een fret. En ik had meerdere fretten, maar het is ook nog vakantieperiode. En het was wel een moeilijke opdracht, omdat de fret los moest in het bos. Nou ja, fretten zijn zo snel. En deze meneer had een filmpje gestuurd van een fret die met een hond aan het spelen was. En hij zegt, ik loop met die fret aan een tuigje en ik loop in het park. Ik denk, dat is de geschikte fret. En ik heb wel afzetting gevraagd, hè, toch voor de veiligheid. Dus, hè, want ik moet er niet aan denken dat een dier van een ander kwijtraakt. Ja, klopt. Hartstikke goed gedaan. Ja, alleen ja, maar die beide. Okay. Ja. Fret klaar? Ja. Ik heb in 32 jaar heb ik 1 keer een ramp meegemaakt en dat was mijn wilde eend. Was toevallig ook nog een wilde eend. En we waren aan het lopen over het zebrapad. En dat ging hartstikke goed. Maar de tweede keer ging één wilde eend zo plomp het water in Bloemendaal. En die ben ik kwijt. Maar een paar dagen later ben ik gaan kijken. En daar zagen we haar zitten. Met 5 mannen om erheen. En die had het prachtig. Ik zie soms al binnen een seconde of een dier geschikt is of niet om misschien een ster te worden. En wat ik ook merk, mensen zijn niet heel kritisch op hun eigen dier en ook op hunzelf niet. Want je moet, je kan wel zeggen, ja, hij doet thuis dit, hij doet dat. Ja, thuis, weet je. Maar niet op de filmset. En dan bij de fotosessie al, tijdens de casting, zeggen mensen, oh, maar dit is wel heel erg druk. En dan staan we daar met z'n drieën, met z'n vieren. Maar een echte fotosessie, daar staan ook al 10 mensen bij. En op de filmset staan 30 mensen. Ja, mensen zijn het probleem. Nooit de dieren. Echt, sorry, dat durf ik in 1 keer te zeggen. Ik ben een soort van politieagent op de set vaak. Echt, ik moet dat, oké. Okay. Acteurs die niet gewend zijn, niet willen. Ja, cameraman die niet scherp is. Ja, maar ik zeg maar wat, doet die kat het 10 keer goed? Oh, sorry, niet scherp. Ja. Wat doet hij? Ik ben nog nooit weggegaan dat het niet is gelukt. Dat durf ik echt te zeggen.